nerveus. Niet nerveus. Probeer te ontspannen. Hoor je de mensen in de zaal? De grote nachtmerrie van een acteur is om het toneel op te gaan en niet te weten in welke rol en niet te weten welke tekst. De spontane spraak is afgenomen. Dus het is wel vraag en antwoord, maar het uit jezelf een verhaal vertellen en een verhaal beginnen en woorden en dat is toch minder. En wat ik zelf merk aan u is dat het toch met name op die taalkant toch wat progressief is. Voor 9.370 euro en 82 cent. Niks ligt vast, hè. Het is gewoon dat ik aan het onderzoeken ben waar jouw grens ligt. Maar stel dat jij verzorging nodig zou moeten hebben thuis. Mogen die jouw billen schoonmaken? Ja. Nee, die mogen niet mijn billen schoonmaken. Die mogen wel een dam komen. Ja. Die meneer heeft mij versierd. Deze man heeft mij versierd met verhalen vertellen. Die man is taal, maar toch... Nu zonder taal is hij nog wel steeds Michel. Wat gebeurt er toch in je hoofd? Hoe kan ik je helpen de woorden te vinden die je zo moeilijk kan bereiken? Maar soms denk ik wel, waar sta ik? Het gaat niet om de woorden, het gaat om liefde. Dat is een hele geruststelling, toch? Vertrouw op jezelf. Het gaat om liefde en daarvoor heb ik niks nodig. Hallo Michel, ben je daar nog?